Geine Bijbels, guys, naar Matthäus 28, amen. Ik heb wel even één afspraak met jullie maken vandaag. Ik ga naar jullie preken, amen, family. En jullie gaan wat ook reageren, amen. Ik wil zijn geen Amsterdam internationale dode kerk, toch of niet? We staan een levende kerk omdat Jezus Christus leeft, amen. Dus in Matthäus 28 zien we vandaag wat we vandaag gaan leren, amen. We leven soms in een coronacrisis, toch of niet? Coronacrisis, je hebt ook wel eens de financiële crisis meegemaakt, toch of niet? Of misschien ben je in een klimaatcrisis. Of misschien ben je zelfs in een soort van seksuele crisis, amen. Maar vandaag wil ik praten over één punt. Over jouw identiteit. Want alles wat een crisis is, is niet belangrijk. Belangrijkste issue in de wereld is onze identiteit. Wie ben je vandaag? Dus ik heb een simpele titel voor ons vandaag. De identiteitscrisis of een identiteit in Christus. Matthäus 28. Welkom en samen natuurlijk de vrouw van Atiek. You know, Atiek heeft nu geen struggles met zijn identiteit meer. Dus I'm his disciple and I'm married, amen. Maar laten we kijken wat de Bijbel zegt in Matthäus 28 in vers 16. De Bijbel zegt, de 11 leerlingen gingen naar Galilea. Dit is eigenlijk aan het eind van Jezus Christus voordat hij terug ging naar de hemel. En hij gaf zijn finale opdracht, de laatste woorden, de belangrijkste woorden van Jezus. En hij zei, de leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen hem eer. De Bijbel zegt in Engels, eer was proskuneo. They bowed down and worshipped him. De Bijbel zegt, en al twijfelde enkele nog. Weet je, twijfel is een beslissing. In vers 18, Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot wat? Mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam, in wiens naam? In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden en alles, niet een paar dingen, alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van de wereld aan de kerk zegt. Even terug naar vers 19. Ik weet niet of je het samen gelezen hebt. De Bijbel zegt, door hen te dopen, in de misnaam, de naam van de Vader. En ik vind namen heel belangrijk. Want namen geven je wie je identiteit bent. Namen geven aan wie je bent en wat je naam is, is wat je draagt tot het einde van de wereld. Dus toen ik geboren was, zeg een mooie naam. Tomiwa Shafe Adewomi. En die naam heb ik altijd gehouden tot nu toe. Mijn vraag is dat nou mijn naam of heb ik een nieuwe naam gekregen? Ik heb een nieuwe naam gekregen toen ik een discipel werd. Toen ik gedoopt was, ik was nou Tomiwa in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie ben je vandaag? Onze identiteit is geworteld toen je gedoopt was in deze naam. De Bijbel zegt, in de naam komt van een Griekse woord. Het is een naam van dat je betekent dat je identiteit en je loyaliteit verandert. Dus wanneer je een discipel wordt gemaakt en je wordt gedoopt, jouw loyaliteit verandert helemaal. Niet meer een loyaliteit aan de wereld, aan je familie, aan je vrienden, aan je school. Je hebt nu een loyaliteit aan Jezus Christus. Amen. Vandaag is, wie ben je? Hij moet zeggen hierin. Dat de discipelen van Christus zijn wij, mijn family. Ik ben een discipel. Wie ben jij vandaag? We zijn discipelen van Jezus Christus. We zijn zijn leerlingen. En we zijn ook de leerlingen die leerlingen maken, amen. En wat is onze rol? Wie zijn wij? We zijn de mensen die de wereld veranderen. Hoe weten we dat? Jezus zegt, ga naar alle volken en maak alle volken tot mijn leerlingen, amen, family. Dus jouw identiteit is, je bent een agent of change. Je bent iemand die de wereld zal veranderen. Dus ik wil vandaag een paar dingen afbreken in je hart. Die identiteit die je vandaag krijgt van je werk. Identiteit van je school, van je opleiding. Identiteit van je familie. Van je cultuur.
Ik ben een Nigeriaans, dus het is best wel intens. Dus je moet echt dieper graven in mijn identiteit. Om die eruit te halen om mijn discipel te laten worden. In een tijd van angsten om je heen. Je kunt leven in angst heel je leven en als je wordt bewogen door angsten. Vandaag wil ik je uitdagen en je inspireren tegelijkertijd om je identiteit in de enige naam die boven alle namen is. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik denk aan, afgelopen week hebben we Janae was jarig, man. Kostas heeft een nieuwe baan gekregen, man. Ik had een speciale gelegenheid deze week om bij Kos en Susan op lunch te gaan. Ik kwam daar aan en ik van, oh my goodness, this, de vuur is helemaal niks bij Deloitte. Ik kwam daar binnen van, wow. Is net alsof in een koninkrijk van de wereld kwam. En het was zo mooi. Glamour en glitter en zo beautiful. En ik van, wow. Dit kan wel eens jouw identiteit bepalen en veranderen. En de lunch was wel lekker, dankjewel Susan, amen. En het was leuk om met Susan even te kletsen, om even één op één te banden weer. En ik dacht, oké, er zijn zoveel dingen die veranderen zijn in de kerk. Want ik zie Tom en Dana is niet meer de vader van één kind. Zijn identiteit is nu in een transitievorm. Hij is de vader van twee jongens. En Tom weet nu hoe het is om twee van dezelfde te hebben. We hadden eerst ook één kind en Maya. Oh, super makkelijk. Nu hebben we twee meisjes. Oh my goodness, hoe gaan we dit doen? Dus thuis ben ik helemaal outnumbered. Dus wanneer mama alle drie meisjes tegen mij. Ik heb hier niks te zeggen. Want drie vrouwen tegen mij, outnumbered at home. Eldrin zegt, I'm with you, bro. Maar gelukkig is Tom heel handig. Tom heeft gewoon drie broers tegen Dana. Maar Dana gaat later verdienen dat Waals heeft drie sterke strijders om haar heen. En ik denk dat zoveel veranderingen in de kerk gaan zijn. En ik zie dat we allemaal een beetje struggelen met onze identiteit. Een paar van ons zijn zo lang in de naam van de Vader bezig. Dat we af en toe een beetje zo beginnen te lopen van, ik ben zo lang in mijn identiteit van Jezus. En een paar van ons zijn zo nieuw, dus het is voor ons heel raar om te denken van, ik ben een discipel, om daarvoor te staan elke dag. En een paar van ons denken van, wauw, ik ben nou echt een discipel? En een paar van ons zijn alleen maar discipelen in krachttijden. Je hebt een krachttijd, ik ben een discipel voor 2 uur. En daarna, oh, let's go world. En een paar van ons zijn discipelen omdat je het leuk vindt om met de broers en zusters te zijn. Ik hoop dat jij niet bent vandaag, amen. En een paar van ons, we hebben ook Pauline is gedoopt 2 uur geleden, amen. En je ziet Pauline, ze lijkt als een engel. Ze heeft de twee bands hier zo. Dus ik denk van, wauw. Als er een engel in de hemel zou zijn, vrouwelijk is, dan van, wauw, Pauline, wauw, dat is like an angel right there. Maar Ilko is ook 4 jaar geleden gedoopt. En Ilko is ook, die ziet gewoon allerlei dingen op straat en die stuurt een foto aan de broers van, broers, ik word verleid, je mij gooit weg. Dus iedereen is bezig om hun eigen identiteit een beetje, nee, I am marching in the light of God. Iedereen is bezig daarin. Maar is het makkelijk allemaal? Nee. Dus kan ik even, we zijn van me niet, toch of niet? Ja. Vandaag wil ik je een vraag stellen. Wie ben je? Dus een simpele vraag, wie ben je vandaag? En als je nog een discipel bent vandaag, waar ben je? Want waar je bent, bepaalt wie je bent. Amen, family? Dus ik hoop dat er geen part-time disciples zijn vandaag. Sign in on Monday, sign out on Tuesday. Ik hoop dat we geen interns hebben vandaag die denken van, op dinsdag staaf kom ik erbij om mee te doen. Maar op woensdag en donderdag, vrijdag ben ik een beetje uitgecheckt. Ik hoop dat er geen daytime disciples zijn vandaag. Die alleen maar in daytime disciples zijn. Ik hoop dat je vandaag niet zo bent. Vandaag, de belangrijkste identiteit vandaag is 100% real disciples of Jesus. 100%.
Want wie? We dienen een 100% echte vader in mijn familie. Ga naar Galaten hoofdstuk 4. Hoofdstuk 2, sorry. Galaten hoofdstuk 2. Vandaag gaan we leren wat jouw identiteit bepaalt en wat jouw identiteit moet zijn. Titel is heel simpel. Identiteitscrisis of identiteit in Christus. Galaten hoofdstuk 2. We leven in een samenleving vol van identiteitscrisis. Waar mannen geen mannen willen zijn, maar vrouwen willen zijn. Waar vrouwen geen vrouw willen zijn, zodat mannen niet over hun eerste. Waar meisjes geen meisjes willen zijn, ze willen vrouwen zijn. Waar vrouwen niet oud willen zijn, ze willen jong zijn. Mijn zusters. Oh, je bent te oud aan het worden. Oh, mijn grijze haar. Nee. Grijze haar is ook een zegen van God. Amen. Waar mannen zeggen, nee, ik wil metro zijn in plaats van mannelijk zijn. We leven in een crisis in een wereld waar, ik ben geen gender bepaald in een man. Nee, we zijn gender fluid. We leven in een plek waar die wc's zelf een crisis hebben. Die wc's, het is geen water closet, het is een water crisis. Maar mensen zeggen, nee, mannelijke wc's, dat is te strak. En die moet je toch fluid hebben. We leven in een crisis, dames en heren. Corona is er niks bij. Het is een crisis die ondergrond zit. Waar niemand zegt, is een vaccinatie voor mogelijk. Maar waar is de prik voor onze identiteitscrisis? Waar is de eerste, de tweede, de derde prik? Waar is die? Galaten hoofdstuk 2. Can I be real with you guys this morning? Yes, bro. Ik hou van jullie allemaal. Maar het doet me pijn wanneer mijn broers en zussen struggelen met hun identiteit. Galaten 2, vers 19 zegt. Want ik ben gestorven door de wet. En leef niet langer voor de wet. Maar voor wie? Voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. En ik heb gezegd, onze identiteit is niet gebaseerd op wat we doen. Het is gebaseerd op wat Christus voor ons heeft gedaan. The last time I checked, er is niemand die voor jou dood is gegaan. 3 dagen dood, hè? Niet slapend, dood gegaan 3 dagen lang. Die opstond en zei, in plaats van dat ik jou ga vermoorden, ga ik jou redden. Dat is Jezus Christus. En als je mij vraagt, wie ben ik? Ik zeg, ik ben die kind die Jezus Christus gered heeft uit de duisternis. Wie ben jij vandaag? Vandaag wil ik je even daarop laten, echt de feiten laten zien, who you are. Misschien ben je het al vergeten wie je was. Misschien was je zo lang geleden gedoopt. Ik hoor hetzelfde gevoel dat je had toen je gedoopt was terugbrengen vandaag in je hart. Maar dat gevoel toen je had toen je gedoopt was. Dat gevoel dat er was niemand anders die uitmaakt in de wereld dan Jezus Christus. Dat gevoel moet elke dag in je hart zijn. Want je leeft elke dag in Christus. Galaten 4, vers 19. Vers 19, just een paar scriptures, guys. 4 vers 19. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens barens weeën om u. Paulus kijkt naar de christenen in de eerste en hij zei, ik heb barens weeën. Dat mijn buik zoveel pijn doet, omdat ik geen gestalte in u zie. Wat is een gestalte? De vorm. Dus Paulus wilde in iedereen Jezus Christus zien vormen in hen. Denk aan Natasha die nu een baby draagt. Natasha krijgt een gestalte van babywind in haar buik op dit moment. En
En ik was zo onder de indruk van toen ze aan het zingen was. You're a good, good father. That's who you are. And I am loved by you. That's who I am. Wat een liedje. En ik denk dat baby Vince daarin was en denkt van... Ooh. I feel you, mommy. Yeah, he's a good, good father. And I know I am. En ik wil jullie laten zien dat toen je gedoopt was... Er was iemand in jou die leven wilde krijgen. Dus daarom zegt Paulus, jij bent niet degene die leeft. Het is Christus die leeft. Dus in mijn opzicht, Jezus is niet dood. Wanneer ik Ruben zie, ik zie een andere Jezus Christus. Wanneer ik Dami zie, ik zie geen Dami de Nigeriaan. Ik zie Dami, een discipel van Christus. Wanneer ik Jene zie, ik zie een Jene die depressief was. Ik zie Jene die het nou de impressie van Jezus heeft. Wanneer ik Kitra zie, ik zie een Kitra die lang geleden gedoopt is. Ik zie Christus, Christus die in haar leeft. Jouw transitie bepaalt niet jouw identiteit. Misschien ben je nu in een transitie in je leven. Ik ben een intern onder Tommywa. Oh my goodness. This guy is crazy. Elke dag moeten we elke dag evangeliseren. Elke dag. Elke dag? Dat klopt. Omdat elke dag gaan mensen dood. Elke dag moet iemand gered worden. Vandaag wil ik ons op de feiten drukken. Het gaat om wie je bent, niet wat je doet. Ik heb 20 punten voor jullie vandaag. Min 16. Hosea hoofdstuk 1. Hosea hoofdstuk 1. Voor de wiskundigen onder ons vandaag, net zoals onze Cypriot hier, Homer. Hosea hoofdstuk 1. Mijn eerste punt voor jullie. En we gaan door met deze 4 punten gaan we 2 vragen beantwoorden. Amen. Schrijf deze vragen op. Schrijf ze op. Wat bepaalt onze identiteit? Eerste vraag. Schrijf het op. Tweede vraag. Wat moet onze identiteit niet bepalen? Wat bepaalt het? En wat moet het niet bepalen? 2 vragen. Misschien denk je van, oké, wat bedoel je daarmee? Laten we naar de eerste punt gaan. Mijn eerste punt voor jullie vandaag is... God trouwe liefde bepaalt jouw identiteit. Zijn trouwe liefde bepaalt het. Hosea 1, gaan we lezen hier. Over een profeet, Hosea, en zijn naam betekent redding, salvation. Dit was een naam die Joshua had voordat Mozes zijn naam veranderde van Hosea naar Joshua. Dat betekent Jezus Christus. En in hoofdstuk 1, vers 2, kreeg Hosea een bericht van God. Zo begon de Heer te spreken tegen Hosea. De Heer zei tegen hem, trouw met een overspillige vrouw. Ga een vrouw zoeken die een prostituee is. En ga met haar trouwen. Een paar van je denken, oh. I pray I don't hear from God in that way. Ik kom achter, is dit voor mij van toepassing? Nee, deze is like over. En verwerk kinderen bij. Oh, nog een ander niveau. Ga kinderen met een... Want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. En daarop trouwde Hosea met Gomer. Het woord en de naam Gomer betekent volledig. Zij was volledig verloren. Voordat je een discipel was, was je volledig verloren. Dus iedereen is een soort van Gomer die volledig de weg kwijt was. Totdat iemand zei, ik ga met je trouwen. De dochter van Diblaim. En ze werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heer zei tegen Hosea, noem hem Jezreel.
Want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jezreel. En een eind maken aan het koningschap in Israël. Vers 5. Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Jezreel. En Gomer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Toen zei de Heer tegen Hosea, noem haar de dochter Lo-Rukama. Dat is een mooie naam voor je dochters in de toekomst. Nee, doen. Want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen. Alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. Vers 7. Maar over het volk van Juda zal ik me wel ontfermen. Ik de Heer, een God, zal hem bevrijden door mijn macht. Niet door het geweld van boog en zwaard of door paarden en ruiters. Vers 8. Toen Gomer Lo-Rukama niet langer de borst gaf, werd hij weer zwanger. Deze vrouw is wel vruchtbaar. En baarde een zoon. En toen zei de Heer, noem hem Lo-Ami. Want jullie zijn mijn volk niet meer. En ik zal er voor jullie niet meer zijn. Nou, deze drie namen hebben een betekenis en een indicatie voor ons vandaag. De eerste naam, Jezreel, betekent om verspreid te worden, om verstrooid te worden. Dat voordat we bij God komen, zijn we verstrooid over de hele wereld. En niet bij God. En het tweede was Lo-Rukama. Zijn naam betekent niet geliefd. Dat voordat we bij Jezus komen, zijn we niet geliefd. En bij Jezus vinden we de echte liefde. Amen. Amen. Jullie slapen toch niet? Amen, hè? En de laatste naam, Lo-Amin, betekent niet mijn volk. Waarom zou God dit zeggen? Omdat God keek naar de toestand van iedereen in de wereld. In dat geval de Joden. En hij zei, jullie zijn overspellig. You're cheating on me. Je verkoopt jezelf aan alle soorten dingen en alle soorten mensen om je identiteit daar te vinden. En God zegt, I'll let you go. Verspreid. Want mijn liefde voor je is nu niet meer. Je bent niet meer mijn volk. God was iets aan het laten zien hier met Hosea. Kijk wat Hosea doet. Ten eerste, Hosea was gehoorzaam. Ik weet niet, als God tegen mij zegt, ga naar de wallen en pak een vrouw daar. Ga met haar trouwen en kinderen baren. Ik zou wel af en toe twijfelen. Maar Hosea zei van, no word, total obedience. Ten eerste, want Hosea had een idee van, weet je wat, mijn identiteit kom niet eens van mijn huwelijk. Mijn identiteit komt van mijn relatie en mijn gehoorzaamheid aan God. Hoofdstuk 3, kijk wat er gebeurt. De Heer zei tegen mij, heb nogmaals een vrouw lief. De Nederlandse versie is niet een goede vertaling. In het Engels is het veel beter. Het zegt, heb nogmaals uw vrouw lief in Engels. Your wife. Dus hij zei, wait. Deze vrouw die overspellig is, die een prostituee is, die met andere mannen slaapt, moet ik nog een keer lief gaan hebben? High calling, toch? Een vrouw die ondanks de liefde van een man toch overspellig is, net zoals de Heer de Israëlieten lief heeft, hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels. Woe! De mensen toen hadden hun lekkernijen buiten God. Vers 2. Ik kocht zo'n vrouw, zijn vrouw, voor de prijs van 15 shekel zilver en anderhalve ezels last gerst. Ik zei tegen haar, je zult geruime tijd in huis moeten blijven, stenen kinderen. Je zult geen overspel kunnen plegen, don't cheat on God. En je moet geen man inlaten, God is je man, amen. En ik zal niet met je slapen. Ze zullen de Israëlieten geruime tijd verstoten blijven. Van koningen en leiders, van offers en gewijde stenen, van orakels en huisgoden. Dan zullen ze weer verlangen naar de Heer hun God. Hun koning David. En uiteindelijk keerden ze vol ontzag
terug naar de Heer en zijn zegen krijgt echt. Wie is David hier? David was al lang dood en weg. Dus welke David moest er terugkeren? Dit was een afspiegeling van de toekomst. Dat David, de zoon van David, Jezus Christus zou komen. En de koning zou zijn over Juda, Israël en de hele wereld. Dus toen de tijd, God zei, oké, misschien ben je nu overspelig. Don't worry, I'll send Jesus. En hij komt en hij gaat voor je dood. Omdat mijn liefde voor je is eens en voor altijd. Moet je eens nagaan. Dat jij zo'n vrouw bent. Niet Hosea. Een paar van je denken van, ja, ik ben Hosea, ik ben een profeet. Nee. Ik ben zo'n vrouw. Zo'n prostituee die ver is gegaan van God. En mijn leven heb verkocht aan de wereld. Omdat ik mijn identiteit daar wilde halen. En God zei, er is geen liefde meer tussen ons. Dus ik laat je los. Maar omdat het was tegen zijn karakter in om ons niet lief te hebben, komt hij terug. Moet je eens nagaan dat je bij de wallen bent. En je bent in zo'n raam. Jij bent degene achter dat glas. Jij bent degene met al dat rode licht om je heen. En je ziet een man naar jou toe komen waar je mee getrouwd was. En hij komt naar jou. En hij zegt, je bent nog steeds mijn vrouw. Waar is de baas die jou je in heeft gebracht? Waar is die? Hoeveel kosten? €50 per nacht. Dat is niet wat ik vraag. Hoeveel is ze waard? Hoeveel? Ik wil haar terug. Mensen, we denken dat christendom iets is van, ja, je voelt je beter. Christendom was om jouw identiteit terug te brengen naar wat het was. En vandaag wil ik jou de vraag stellen. Als Jezus nu naar jou toe komt en zegt, ik betaal. Wat ga je doen? Blijf je daar achter de raam staan? Of zeg je, I'll go with you. Als je vandaag al de keuze hebt gemaakt om te zeggen, is goed, ik doe mijn kleren aan en ik ga met je mee. Mijn vraag is, leef je vanuit de identiteit van voorheen? Voor de raam of achter het raam? Waar leef je? Wat is jouw identiteit? Is het nog een beetje daar of hier? Want er is iemand die dat betaald heeft. En dat was Jezus Christus. De Hosea. De bron van redding. Die voor jou dood is gegaan. Zodat jij nooit meer hoeft te twijfelen in zijn liefde voor jou. En ik denk als discipelen, wanneer we erkennen wie echt wij zijn in de liefde van God. Then you're unstoppable. Because sky has no limit on you. Ik kom Michael Witteman bemoedigen vandaag. Michael heeft een visie om de wallen te restaureren. Om al die vrouwen die daar zijn, om die af te pakken, één voor één. Om een huis in Amsterdam te bouwen. Waar we mensen kunnen helpen om af te kicken van zo'n levensstijl. Weet je waarom? Het maakt niet uit wat je gedaan hebt in je verleden. Gods liefde is nog steeds trouw. Elke dag.
Maar hij is je identiteit vandaag. Laat je identiteit niet bepalen worden door je fouten. Who has made mistakes in the past here? We thought I'm the worst of sinners here. Maar weet je wat? Hoe erger je zonde is geweest in het verleden, des te meer God van je houdt. Omdat die liefde weegt veel zwaarder dan je zonde. Peter ontkende Jezus, toch? Hij ontkende hem voor zijn ogen. En Jezus zei, ik restaureer je terug naar de plek met de sleutels van het koninkrijk van God. Vandaag wil ik je inspireren, jij bent zo'n Petrus. Jij bent degene die de deuren open doet nog steeds voor alle mensen in de wereld. So don't doubt your identity as a disciple of Jesus. En wanneer iemand wegvalt van Christus, er is maar één issue gaande. Degene wil liever achter het raam staan en niet nog steeds buiten staan. Want ik ben verlost, net zoals Jamila deelde vandaag. Ik ben verlost. Ik wil niet meer achter dat raam staan. Ik wil nu buiten staan om mensen te roepen. Get out of there! Come out! Je bent nu bevrijd, amen! Ik daag je vandaag uit. See yourself as a son and daughter who has been rescued from darkness. Want wie onze identiteit is, is ten eerste geworteld in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ten tweede geworteld, niet in onze fouten, maar in de liefde over de fouten heen. Want de Bijbel zegt, that love covers over a multitude of what? Sins. Punt nummer 2. Zijn we nog samen, guys? God genade bepaalt je identiteit. Laten we kijken naar 1 Korintiërs 15. Genade verandert je doelen. Wanneer je genade hebt, verandert dat je doelen. Het verandert je perspectief. Zelfs je contributie, man. Maar het belangrijkste, het verandert je identiteit. 1 Korintiërs 15, vers 9. Wij hebben gezegd daar. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. En het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Je bent de naam apostel niet waard omdat hij Gods gemeente er vervolgt. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezoend dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij zijn Gods genade. Wat betekent genade? Is om iets te ontvangen wat je niet verdiend hebt. Iets te ontvangen wat je niet hebt verdiend. Dus ik kom binnen en jullie geven me knuffels. Ik heb niet verdiend. Ik kom binnen en jullie luisteren nu. Ik heb het niet verdiend. Ik heb dat jullie luisteren, man. Genade betekent iets ontvangen wat je niet hebt verdiend. En Paulus zei in een van de... Ik denk dat het vers daarin zegt dat hij de gemeente heeft vervolgd. Ik denk dat het wel een van de meest understated verses in de Bijbel is. Ik heb de gemeente vervolgd. Nee, hij heeft de mensen vermoord. En hij zegt, dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. Wat zei Paulus, weet je wat? Mijn berg van zondes laat me zien dat ik heb zoveel dingen gebouwd in het duisternis. Ik heb zo hard gewerkt in het duisternis. En nu heeft hij mij gered en heeft mij geplaatst in het licht. Maar hij is niks in het licht. Ik heb zo'n berg in duisternis. Maar je licht is niet niks. Maar ik verdien het om in het licht te zijn. Want ik heb zo'n berg. Dus. Ik ga hard mijn best doen.
Ik ga zwoegen. Zwoegen heeft te maken met een term in landbouw. Zwoegen. Echt intens. Ik ga zwoegen omdat ik niks heb in het licht. Dus Paulus dacht van wauw. Mijn identiteit is nu bepaald niet meer door mijn werk in het duisternis, maar nu door mijn werk in het licht. Mijn vraag aan jou vandaag is, wat doet genade met jou? Wat is dat effect van genade? Motiveert dat jou om in het licht te stappen van wow, ik ga hard werken in het licht? Of zeg je, mijn werk is mijn identiteit. Want je werk is niet je identiteit. Weet je waarom? Want tenzij je daar naartoe gaat met de bedoeling van in het licht te zijn daar, zou dat werk een last worden voor je. Dus het doel is om iets te bouwen in het licht. Niet in de duisternis, mijn family. En ik denk aan een bepaalde persoon die gewerkt heeft in het licht. Het is een verhaal van een van onze zussen in 2013. Onze zus, degene dat toen de kerk in New Mexico geplant was, was er een van de zussen die meeging naar New Mexico. Voor degene die Mexico City kennen, dit is niet echt een van de meest veilige plekken. En ze komt daar en in de metro daar is het gescheiden in mannen en vrouwen. En ze was gewoon even de muziek aan het luisteren, weet je, discipelen. De schoon is de grootste god, hij leeft en lijkt. En ze gewoon door en denkt dat Sturgeon, zoals Sturgeon jamming daar is. Ze komt daar in de metro en ze ziet niet eens dat ze aan de mannenkant staat. En wat doet ze? Ze merkt in één keer, mannen, ze draait om te vluchten en voordat ze wegkomt, pakt haar man er vast in één keer. En ze trok hem mee terug in het mannelijke deel. En ze ging haar mishandelen. In het openbaar. In de metro. Dat was onze zus. Maar het was zo intens dat ze vocht. En bij de volgende halt en toen de deur open ging. Hij heeft zich gevocht. En was ze vrij daarvan. Kleren omhoog, alles. Onze vrouw en de zus was echt intens getraumatiseerd. Op een gegeven moment ging ze terug naar L.A., naar Amerika. En tijdens de dienst daar in Amerika werd ze gevraagd. Wat wil je doen? Wil je terug? Of wil je blijven? En de zus zegt. Ik ga terug. Onze zus. Ondanks al die zonde die tegenaan is gedaan. Zei ze, wauw, de genade van God op mijn leven doet me zo hard werken. Na 3 weken in Amerika ging ze terug naar Mexico en ging ze daar meer discipelen maken en was ze super vruchtbaar. Genade is zo krachtig. Het kan je motiveren om de gekste dingen te doen voor God. Vandaag mijn vraag aan jou is. Wat doet al de. Waar ben je aan het werk? Meer in de duisternis of meer in het licht? Want de waardering van de genade van God bepaalt hoe hard je zwoegt. En heel lang in mijn leven heb ik geleefd vanuit een prestatiedrang. We kan relateren daar. Heel lang mijn leven, prestatiedrang, 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 totdat ik dronken was van deze prestatiedrang. Maar dan heb ik geleerd. Ik ben pas eigenlijk gelukkig wanneer ik leef vanuit wat God gepresteerd heeft in mijn leven. Dus mijn uitdaging is heel simpel. Kijk niet naar hoeveel je bent vergeven. Kijk naar heel veel je bent vergeven. En laat de genade jou inspireren om harder te werken daarin. Nummer 3.
Kijk in Marcus hoofdstuk 10. Het derde punt is, God macht bepaalt jouw identiteit. God macht. Marcus 10, in vers 46, gaan we lezen wat Gods macht doet. De Bijbel zegt daarin. Ze kwamen in Jericho en toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar. Langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, hou moed, sta op, hij roept u. En hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen. Uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien. En hij ging naar zijn eigen huis en ging kijken met zijn nieuwe ogen naar pornografie. Zie je wat de Bijbel zegt daarin? En hij volgde hem op zijn weg. Hoe is het mogelijk dat deze man kon kijken? De macht van God. Vandaag wil ik jou vragen. Ben je net zoals deze man die blind is? Die ziet, ik kan niks zien. Maar ik heb Gods macht. Ik zie het om me heen. Dus dat gaat mij bepalen. Mensen zijn trots op onze Women's Ministry Leader. Ik zie weer net als deze blinde man. Maar deze blinde man was blind, maar hij liet zijn situatie niet zijn identiteit bepalen. Heel vaak laten we onze situatie, onze verleden, onze identiteit bepalen. En Vienne was als kind door haar eigen vader seksueel mishandeld. En haar vader was een van de bekendste judo-leraren in Nederland. En 2 weken geleden zei Vienne tegen mij, ik ben weer gaan judoën, baby. En ze zei, en ze zei, zo krachtig wat je mij deelde, babe. Dank je wel daarvoor. En ze zei, eindelijk kon ik echt vrij praten. En de naam op mijn, want op judoka's hebben we namen daar. Hè? En de naam die ze eigenlijk had, daar dragen en niet schamen van, ja, dat klopt, dat is met mij gebeurd. Omdat ik ben niet meer die persoon. Ik ben nu hier, ik ben met jou een judoën. Maar je deelt mijn geloof met jou tijdens het judoën. En elke zaterdag komt Vienne terug en zegt ze, ja, ik heb met deze jongen gesproken, want judo, oh, dit pijn hier. Maar anyways, ik heb met hem gesproken en hij heeft dit, hij heeft dat. En misschien volgende week komt ze naar de dienst. Hij is gewoon, omdat ze denkt van, mijn verleden, wat is mijn verleden? Mijn situatie. Mijn conditie is verleden. Nu leef ik in Christus. En ik ben een nieuw mens. Vandaag wil ik je vragen. Wat heb je in de kast? Wat is in jouw kast? De kast van mijn verleden bepaalt wie ik ben. Dus ik kan niet verder gaan, ik ben... Nee, je mag mij niet vragen om te rappen.
Vorige week was ik echt, vrijdag was ik kon echt zien dat ik niet kon rappen. En ik heb voor degenen die als gast hier zijn, de kerk is de meest bemoedigende plek in de wereld. Er is één moment dat de kerk liegt. De kerk liegt heel vaak. We liegen wanneer iemand iets niet goed doet, maar zeggen, yeah! Come on, bro! En ik kon zien hoe slecht ik kon rappen afgelopen vrijdag. Een paar mensen waren eerlijk, ze werden gewoon stil. Net zoals Haven. Het was gewoon stil. Maar een paar mensen waren van, hey bro. Maar ik zag Keetra denken, woe. Jenny on the block right there. Maar ik laat mijn situatie, mijn identiteit niet bepalen. Ik ben een discipel die is goed gaan rappen. En dat is oké. Maar een rap brengt mij niet in de hemel. Alleen Jezus brengt mij in de hemel, amen. Dus alles doet er niet toe. Alleen Jezus telt, amen, family. En om af te sluiten, let's close up, guys. Mijn laatste punt voor jullie vandaag is, Gods rechtvaardige oordeel bepaalt wie je bent. Waarom zeg ik dit? Instagram bepaalt niet wie je bent. De woorden van mensen bepalen niet wie je bent. IG is niks zonder IG in God zijn. FB is niks zonder de Facebook, de holy book, waar we moeten zijn in mijn family. Laat de wereld niet bepalen wie je bent. Gods oordeel bepaalt wie je bent. Alleen God bepaalt dat. Niemand anders. Ik niet, jij niet. Zelfs jij hebt niet eens de macht om te bepalen wie je bent. Jij niet. Dus neem de verantwoordelijkheid af van jezelf. Niet zo, net zoals Jamila deelde, niet zo perfect willen zijn. Laat God bepalen wie je bent. Want hij is de enige die perfect is. En je zou nooit perfect zijn, amen. Laten we eindigen. Handelingen 17, guys. Bedankt voor meeluisteren vandaag, guys. Moet ik eindigen of moet ik doorgaan? Zie je nou? Ze liggen weer, zie je nou? Altijd liggen, die kerk, man. Ze liggen altijd gewoon. In plaats van zeggen gewoon eerlijk, bro, ik ben nu vol, dankjewel. Altijd zo bemoedigend. Ik hou van je, Daniela. Handelingen 17. Laten we eindigen in vers 24. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Alles wat de wereld is gemaakt, wat mensen hebben gemaakt, is niet om te bepalen wie wij zijn. Alles, je werk, je school, alles, je kleren, je luxe, alles. Nee, klaar. Vers 25. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. God heeft ons niet nodig, wij hebben God nodig. Hij is zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt. Die hij over de hele aarde heeft verspreid. En voor elke volk heeft hij een tijdperk vastgelegd. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken. Zie je dat? Niet werk zouden zoeken. Niet geld zouden zoeken. Niet prestatie zouden zoeken. Niet angst zouden zoeken. Niet alles, partner, vrouw, broers, hem zouden zoeken. Vandaag heb ik heb gisteren met Tariq gebeld. Van Tariq, I love you, bro. Ik zei aan Tariq is echt nederig. Ik zei, Tariq, I love you, bro. But I don't think you're ready to get baptized tomorrow. En hij zei van, oeh, dit is pijn. Maar en de reden is, waarom moet je gedoopt worden? We hebben gesproken. Ze heeft iets gezegd van, let me show you a scripture. Dit is waarom je gedoopt moet worden. En toen was van, okay. So let's take a week. Let's massage in there a little bit more wat de bedoeling is van jouw liefdesrelatie met God, niets meer. En dan kun je volgende week zo komen met je moeder en je moeder is van, okay, yeah, that's my son right there. En dus, Tariq is al zo neder van, okay, bro, no problem, we gaan wel bidden. En ik ga dit lezen, ik ga dit uitstuderen. En
de focus was. Gods bedoeling dat ik hem zou zoeken. Niet Tamiwa, niemand hem zou zoeken. Want hij bepaalt Tariq's identiteit. Niet MTV Base. Niks. Hem. Vandaag, wat bepaalt jouw identiteit? Hem? Of alles? Alles wat horizontaal is, kan onze identiteit niet bepalen. Alleen het enige wat verticaal is. Mijn family? En hij zegt, en al tasten zouden zoeken. En aangezien hij kan, hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Wie zijn wij? We zijn in hem. IG, in God. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijk gelijk is aan een beeld van goud aan zilver of steen. Het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Als je vandaag God niet kent, de tijd is voorbij. Maar roep nu overal de mensen op om een nieuwe leven te beginnen. Want hij bepaalt dat er één dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen. Door een man die hij voor het doel heeft aangewezen. Laat Gods oordeel bepalen wie je bent. Gods oordeel. Negatieve woorden. Negatieve woorden over jezelf uitspreken. Is te veel in deze kerk. Wij moeten daarin bekeren. Kijk naar jezelf in de spiegel en zeg tegen jezelf, I can be better. I will be better. I will do better. Zeg tegen jezelf. Veel te vaak zeggen we zoveel negatieve dingen als, kan niet doen, kan niet doen. Ik kan niet eens rappen. Maar ik organiseer een rap divo. That must be crazy. Maar de crisis in onze identiteit komt wanneer we God rechtvaardig oordeel niet boven laten zijn. Dat is een closing. They said, you are a loser. Reject the lie. God said that he leads us along in Christ's triumphal procession. They say you're trash. Reject that lie. Because God said you're chosen. You're precious. You're holy. You're royal. And you're honored in his sight. You are a troublemaker. Persecutioner. He stops out in the Bible. So what? Let's go and save the rest of the world. Reject the lie. God said you are strong and courageous. Yes. They said you're just a statistic. Reject that lie. God said you're set apart. They said you're a failure because you didn't get your New Testament exam. Reject that lie. God said you're righteous. Even when you fail, you rise again. They said you are a reject. You're an outcast. You don't belong. Reject that lie. God said that you are his, you are his people, and you are the sheep of his pasture. He said you are ugly. Reject that lie. God said you are beautifully and wonderfully made. He said you are useless. Reject that lie. God said you are his masterpiece made for good works. I want to challenge you today. Niks bepaalt jouw identiteit. En toen je was gemaakt in de beeld van God en werd hergeboren in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Study the Bible, guys, and to God be all the glory.